Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. De feestdagen komen eraan en dan denk ik altijd na over nieuwe ideeën die ik weer kan uitvoeren met behulp van mijn laser of mijn 3D printer. Ik liep bij de Action, goedkope winkel, en die hebben heel veel spullen die we met onze laser kunnen gaan bewerken. En ik kwam daar tegen ontzettende mooie lijststeenplaten, 30 bij 30 centimeter groot, dat is flink. Als je deze platen gaat kopen, die worden gebruikt onder andere in restaurants en dergelijke. Dan, en je gaat bijvoorbeeld bij de Slieger ook kijken, waar wij vanwege ons bedrijf een pas van hebben. Dan ben je voor zo'n plaat al gauw 15 tot 20 euro kwijt. Bij Action, als ik me niet vergis, 2,38 euro. Dat is bijna niets. En dit is fantastisch lasergraveerbaar. En is het nou niet leuk om thuis met de kerst, maar misschien ook wel gewoon niet met de kerst, dus de tekst die ik erop ga zetten, die heeft niet zozeer met kerst te maken, maar in zijn algemeenheid met eten en drinken, een plaat te maken die je kunt gebruiken om een kaasplaatje op te zetten, of misschien hapjes, of misschien gewoon als reuze onderzetten op je tafel waarop je de fonduepan plaatst, of weet ik wat dan ook, en die een beetje persoonlijk te maken. En dat persoonlijk maken bestaat onder andere uit wat ze noemen stacked tekst. Dat wil zeggen eigenlijk twee woorden over elkaar heen. En dat ga ik je zo meteen laten zien hoe je dat maakt. Dan een leuke spreuk daarop. Er een bord eromheen, een rand dus eromheen. En dat laseren op die lijststeenplaat. Aan het eind, mocht ik het vergeten in beeld te brengen, want dat wordt me wel eens gevraagd van heb je dat niet gedaan, want meestal doe je dat, dat klopt. Spreek ik het af met transparante lak om zeg maar de gravuren te beschermen. En dan kan die plaat gaan dienen als onderzetplaat. Ik zou hem niet zozeer gebruiken als snijplaat, want lijststeen is wel erg kwetsbaar als je met messen op gaat werken. Maar zeker heel erg leuk als plaat voor hapjes, misschien zelfs wel om de drank op te zetten. Net wat je wilt, leef je uit. Ik ga je in deze video laten zien hoe ik deze lijststeenplaat maak tot een plaat voor de hapjes. Alvast heel veel plezier bij de video. Goed lieve mensen, we zijn dus in Lightburn. Wat we gaan doen, we gaan beginnen met stacked tekst. Hoe werkt dat? Laten we denken dat we een gezin hebben, achternaam is Pietersen. En het gaat om de man en de vrouw, Jan en Annemiek. Wat we gaan doen, we gaan beginnen met simpelweg de naam Pietersen in te tikken. En dat doen we met hoofdletters. Zo, hartstikke mooi. Die tekst die gaan we gelijk even kijken of we daar een mooi lettertype voor hebben. Maak dat niet te sierlijk, maak er een beetje een dik lettertype van. We zullen zo meteen zien waarom, omdat er twee zinnen over elkaar komen te liggen. En dat moet natuurlijk goed... goed te zien zijn natuurlijk, daar komt het eigenlijk op neer. Eens even kijken, wat zal ik doen? Wat zal ik niet doen? Laten we hier die rok wel extra maar nemen. Ik ga hem een breedte geven van ongeveer 200, oftewel van 20 centimeter. Want onze plaat, moet je wel 200 doen natuurlijk. Onze plaat is 30 bij 30, dus 300 bij 300. Ik zie dat ik een foutje maak, ik moet even terug. Waarom moet ik terug? Omdat ik natuurlijk eerst het slotje moet sluiten. Anders wordt die uit zijn verband getrokken. En als ik dat dan opnieuw doe, dan hebben we nu die letters op de goede manier. Ik ga het ook iets hoger maken, want er komen twee zinnen over elkaar. Dus we moeten ook een ruimte hebben om die zin te kunnen zetten. Dus ik heb het iets hoger gemaakt en ik centreer de tekst Pietersen. Oké. Gaan we terechtkomen bij de naam van het echtpaar, van de voornamen. Dus we gaan Annemiek intikken, spatie, dan het N-teken en Jan hadden we. Oké. We gaan natuurlijk niet twee keer dezelfde lettertype gebruiken. Dus wat we gaan doen, we gaan hiervan gaan we een wat eleganter lettertype maken, wat meer handgeschreven-achtig. Laten we deze hier doen, Annemieke en Jan. Hij is wat klein, dus hij mag wat groter. Even kijken hoe we dat gaan doen. Zo. Ja, ik denk dat dit wel goed genoeg is hiervoor. En dit gaan we dan dus ook centreren. Dus we gaan dat in het midden van Pietersen brengen. Zo. Als je zegt, ik zie niet zo heel veel. Nee, dat klopt. We gaan even diep genoeg inzoomen, zodat we alles zien. En wat we gaan doen, en dat is heel bijzonder, we gaan naar venster. En we gaan daar kiezen voor schakelen tussen wireframe en gevuld. Oké, nu zien we de beide teksten door elkaar. Maar het is nog steeds niet wat we willen. Wat we gaan doen, we klikken die tekst aan van Annemiek en Jan. Vervolgens gaan we naar de linkerkant, naar dat rondje hier. Dat rondje, dat is de offset shapes. Die klikken we aan. We kunnen gaan spelen met de compensatieafstand. Dat mag je rustig doen. Ik kies hier voor 1, maar je moet even oppassen. Stel je wilt dit gaan uitsnijden, dan kan het zijn dat letters los zouden komen te zitten, omdat ze niet van beide teksten op dezelfde plek voorzien zijn. Ja, hoe moet je dat nou het beste uitleggen? In dit geval zou het kloppen, maar stel dat die N hier wat verder naar rechts zou staan, dan is RSE staat los van Pieten, zeg maar. In dit geval is het goed. Je mag ook experimenteren met meer, ja, maar je moet wel even kijken later of je het mooi vindt of niet. Ik doe het met 1. Zorg ervoor dat het naar buiten toe gebeurt, dus niet naar binnen toe. Nou, schuin of rond, dat mag je kiezen. En alleen de tweede en de vierde optie staan aan. Ik klik oké. En het enige wat er nu veranderd is dat er nu zeg maar boven de normale tekst van Annemiek en Jan er een, als het ware een rand omheen gemaakt is. En die rand die klik ik aan. Dan hou ik Ctrl ingedrukt en ik kies de P van Pietersen. Nu zijn ze dus allebei geselecteerd. Nu ga ik ze samenvoegen. Dat doen we met deze knop hier aan de linkerzijde. Ja, zul je zeggen, er is niet zo heel veel veranderd. Nou, ik zal het je laten zien. Als we namelijk nu weer naar venster gaan en ik ga schakelen tussen wireframe en gevuld, dan zien we nu dat Annemiek en Jan keurig over Pietersen heen is komen te staan. Een hele belangrijke stap nu, want we willen dat zometeen wel gaan verschuiven. Ik selecteer die hele tekst en ik groepeer die tekst. Zo. En nu kan ik in feite veilig deze tekst gaan verschuiven. Maar dat doe ik zometeen. Ik ga eerst uitzoomen. Ik ga namelijk een vierkant maken van 30 bij 30. Dat namelijk is de maat van ons lijststeen. Je ziet nu dat het allemaal een beetje raar staat. Ik maak namelijk van dat vierkant maak ik een toolpad. En nou zien we die oranje lijn. En dit is de toolpad, dat wordt niet gelezen. Dat is er alleen maar voor om ons te laten zien van wat onze werkruimte is. Nou, dat klopt nog niet, dus ik maak het slotje open. En ik maak van de breedte en de hoogte 300. Want die plaat die was 30 bij 30. Zo. En ik centreer natuurlijk dat vierkant. Zo, dat is nu ook gebeurd. En nu kan ik de tekst van Pietersen, ik moet even het pijltje pakken natuurlijk. Die kan ik naar beneden schuiven, gewoon met pijltjes toetsen. Zo. Mooi, maar zo wil je het niet gelezen hebben. We willen er een rand omheen hebben en dat noemen ze een border. Hoe komen we daar nou aan? Als je er niet al hebt op de een of andere manier, dan kan je dat gewoon gaan downloaden vanaf het internet. Dus wat ga ik doen? Ik ga naar Google toe en in Google tik ik SVG, dat is de bestandstype, en dan border. Border is de rand eromheen, zeg maar. En dan kies ik iets uit waarvan ik denk van dit ziet er wel aardig uit. En dan zeg ik tegelijk bij dat op verschillende van die websites ook veel meer van die borders staan. Ik pak dus voor de grap even deze hier. Sommige van die borders zijn gratis en sommige niet. Sommige moet je voor betalen. Ik heb daar een truc voor en die ga ik dan ook gebruiken. Pas alleen wel even op dat je dat niet gaat verkopen, want dan verstoot je tegen het copyright. Want voor je eigen gebruik mag je zaken wel gebruiken. Ik gebruik namelijk een programma wat ik heel vaak gebruik als ik werk op de computer. Dat is namelijk het knipprogramma. Daarmee kan ik screenafdrukken maken of afdrukken van een bepaald stukje van het screen. Dat knipprogramma zit in Windows 10 en in Windows 11 standaard in. Ga mij niet vragen om Mac, heb ik geen verstand van. In Windows 10 vind je dat knipprogramma terug bij de bureauaccessoires. En in Windows 11 zit die onder de K van knipprogramma. Maar wat je ook kan doen in Windows 11 is start aanklikken en dan hierboven knip aanklikken. En dan zullen we zien, oh, dan moet ik natuurlijk niet aanknip zeggen, ik moet knip zeggen. Dan zullen we zien dat ik hier keurig een knipprogramma te zien krijg. En daar kan ik dan aanklikken en dan opent dat op. Nu is het zo dat ik maak daar dus mee een afdruk van wat hier staat. Alleen in dit geval komen daar die knoppen hier dan bij in te zitten. Dus dat wil ik niet. Dus ik klik op deze knop om ook echt op die website te komen die die afdrukken heeft. Die borders. Nou, hier hebben we zo'n voorbeeld van die borders. Laten we maar even deze pakken die hier linksboven staat. Welke je pakt maakt in feite niet uit. Dus je kunt hier ook gaan zoeken naar welke border je wilt hebben. Ik pak vervolgens dat knipprogramma. Hier is die. Ik klik op nieuw. En ik trek een rechthoek boven de border, over de border die ik wil hebben. Wel even oppassen dat je hem helemaal pakt. En dat die een beetje ja, een gelijkmatig rechthoekje is, zeg maar. Het is al gebeurd. Dus als ik nu op dat knipprogramma klik, dan zien we hem hier staan. Wat ga ik vervolgens doen? Ik pak mijn opslaanknop en ik sla hem op als border. In dit geval in mijn map met downloads. Daarmee ben ik met dat knipprogramma en met die website al klaar. Ik kan nu terug naar Lightburn. In Lightburn doe ik importeren. Dat is de vierde knop van links in die bovenste balk. Ik kies voor die foto die ik net heb genomen, of dat plaatje. En hier hebben we die border. Wat ik dan vervolgens doe, is er rechtsop klikken en zeggen ik wil de afbeelding overtrekken. Pas wel goed op dat alles paars is en dat is het nu niet. Dus ik moet wat gaan schuiven om echt een goede border te krijgen. En nu ziet het er een stuk beter uit. Nu kan ik zeg maar zeggen, oké, ik kopieer dat. Je zult zeggen van er is niks gebeurd. Jawel, want als ik ga schuiven zien we dat zeg maar de kopie hier aan de rechterkant tevoorschijn komt. Dus ik ga het origineel weggooien, dat heb ik niet meer nodig. Die kopie, die klik ik aan en die zet ik ook weer op de zwarte laag. En die zwarte laag zet ik er 1 omlaag achter de toolpad. Nu ga ik weer uitzoomen, want dit moet natuurlijk op de goede plek komen. Dus het eerste wat ik ga doen, ik ga dit centreren. Hoppakee. En nu staat hij in het midden. Vervolgens ga ik hier bij breedte en hoogte, ga ik hem zetten op, zeg even voor de grap, 295. Want 300 was de maat van de tegel, 295 is dus net aan de binnenkant van die tegel. En zie daar, hier hebben wij een redelijk fraaie border. Je kunt ook andere kiezen, je kunt het groter maken, kleiner maken, net wat je mooi vindt. Maar zo kom je heel gemakkelijk aan zo'n border. Oké, dan is er nog een ding. Want ik wil hier natuurlijk bovenin ook nog tekst hebben staan. Een leuke spreuk of zo. Dus met andere woorden, ik kies weer mijn lettersymbooltje om iets te gaan typen. En ik typ wie het kleine niet eert. Is een enorm peert. Ik weet, dat is natuurlijk niet de spreuk, maar een beetje humor mag ook. Wat we gaan doen met die tekst is zorgen dat die in het midden staat. Dat is een beetje lastig, zou je zeggen. Nou, dat is helemaal niet zo lastig, want we weten dat onze werkbreedte, althans bij mij, 400 mm is. Dat betekent dat 200 mm de helft is. En hier linksboven, bij de positie op X, daar moet dus 200 komen te staan. En nu staat hij in het midden, dan kan je nog omhoog en omlaag gaan schuiven met de pijltjes toetsen. Laten we maar even iets omlaag brengen. Zo, hartstikke mooi. Prachtig. Welke settings gaan we dan gebruiken? De settings die ik ga gebruiken voor mijn 10 watt machine op lijst 1 is 2.500 mm per minuut met een maximaal vermogen van 30%. Het is een beetje natte vingerwerk om de simpele reden dat de laatste keer dat ik lijst 1 heb gelezen was op mijn oude machine en dat was een 3,5 tot 4 watt laser. En dat is dus een stuk minder kracht. Dus ik heb die settings wat aangepast, vertaald naar die 10 watt laser. Dat heb ik niet precies gedaan, maar een beetje met natte vingerwerk. Want lijst 1 is redelijk, vergeeft redelijk een foute instelling. Ja? Ik heb hem gelezen, ga hem lezen met 254 dpi. Dat is namelijk het maximum voor mijn machine. Hoe kom je nou achter dat maximum? Als je in je specs kijkt van je machine op de website van de maker, dan staat daar vaker ook de dot size, oftewel hoe groot is nu dat puntje van die laser. Nou, de hoogste waarde, die heb je nodig. DPI staat voor dot per inch. Dan moet je even weten wat een inch is. Een inch is 254 mm. Nou, mijn grootste dot size van mijn laser is 0.1. Hoe vaak gaat nu die 0.1 in 254 mm? Nou, dat is dus 254 keer. Ja? En dat betekent automatisch dat mijn DPI 254 is. Voor uw laser kun je dus uitzoeken, het is vaak zoiets als 254 of 318 of zoiets. Ja? Ik lees er altijd van boven naar beneden. En op deze manier kunnen we naar de laser en kunnen we dit gaan maken. We gaan naar de laser toe. Zo, lieve mensen, de lijststeenplaat ligt inmiddels op het werkveld van de laser. Ik heb hem gefocust, heel belangrijk. Ik heb hem natuurlijk uitgericht met de kaderfunctie. Vervolgens ga ik nu mijn air assist aanzetten. Niet mijn air assist, ik zeg het verkeerd. Mijn luchtafzuiging. Ik ga de klep dichtmaken en ik ga hem laseren. En dan gaan we straks zien hoe die eruit komt. Ja, en je ziet, het komt heel mooi op de platen staan. Dus de instellingen zijn goed. We gaan kijken straks hoe het uiteindelijk er natuurlijk uitziet. Want er is nog wel even te gaan. De laserwerkzaamheden die zijn klaar. Ik snap dat je het nu niet goed kunt zien vanwege de lichtval erop. Ik ga hem eruit halen. Ik ga hem schoonmaken met een kwast. Dat ga ik je niet laten zien. Maar wat ik je wel ga laten zien is dat ik hem daarna natuurlijk in de transparante lak ga zetten. Dus ik ga hem er nu uithalen en eerst even schoonmaken. Laatste stap dus, de transparante lak. Ik doe dat altijd even één keer horizontaal eroverheen. En één keer verticaal. Zo, waarom doe ik dat? Het is heel simpel eigenlijk. Het is een laseractiviteit geweest. Dat betekent dat er ongetwijfeld nog stof in de gravuren zit. En straks komt hier mogelijk voedsel op te liggen. En dat wil ik natuurlijk niet, dat dan wat stof dat voedsel gaat beïnvloeden. Dat is niet gezond en ook niet goed. Vandaar dat ik hem dicht ziel met de transparante lak. We gaan het laten drogen en dan kom ik bij je terug om je het eindresultaat te laten zien. Ja, lieve mensen, dit is dan het eindresultaat. Ik kan niet anders zeggen, het ziet er werkelijk uitstekend uit. Het is nog niet 100% droog, maar wel bijna. Ik denk dat met het maken van dit soort dingen ook de feestdagen weer een succes zullen gaan zijn. Tot de volgende keer. Dag.